Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Het Woord van het Leven. Vandaag willen we kijken naar een situatie die wij allemaal ook weer meemaken. Een situatie dat wij down zijn. Een situatie dat wij het moeilijk hebben. In het dienen, in ons dagelijks leven, als wij proberen om een goede christen te zijn, kunnen we het soms ook heel moeilijk hebben. En vandaag gaan we kijken naar een vers die Mozes sprak. Woorden die heel hard en heel pijnlijk binnenkomen. Uit Numeri 11:11. En dan zegt hij tegen God, waarom hebt u uw dienaar kwaad gedaan? En waarom heb ik geen genade gevonden in uw ogen, dat u de last van heel dit volk op mij legt? Dus Mozes zit hier eigenlijk God te verwijten. Waarom ben je die dienaar kwaad aan het doen? En waarom heb ik geen genade gevonden in uw ogen? En dat hij zo een last voelt op zijn schouders. We moeten natuurlijk, dames en heren, niet vergeten dat Mozes een vriend van God was. Het niveau waarin Mozes verkeerde in zijn relatie met God is een niveau waar wij allemaal naar streven. En dat maakt dat Mozes zo vrij uitspreekt naar God. Maar het gevoel wat Mozes voelt, voelen wij allemaal. Wij voelen allemaal dat als wij ons best doen, maar de andere kant niet antwoordt zoals wij verwachten. Dat wij dienen in een zondagsschoolklas of buiten op straat en het verkeerde antwoord terugkrijgen of niet wat we verwachten. Dat je jarenlang bezig bent met iemand opzoeken of in de klas een kind begeleiden en vervolgens er niks voor terugziet. Of dat je juist het averechtse terugziet. En dat voelt heel zwaar. Wij zijn ook mens en wij hebben het ook moeilijk. Maar vandaag gaan we kijken waarom Mozes dit zei. Mozes zei dit op het moment dat het volk net uit Egypte gevlucht is. Ze hebben net het wonder gezien van de zee die zich splitst. Hoe God zich inzet om zijn volk te redden en de vijanden van het volk te vernietigen. Het volk dat dagelijks te eten krijgt, de manna uit de hemel die neerkomt als de dauw en die er is zodat ze altijd te eten hebben. Ze leven in de woestijn, hun kleding vergaat niet. En wat doet het volk? Het volk zegt, in Egypte hadden we het beter. In Egypte hadden we vis te eten, we hadden de wortel en de ui. En ze hebben het over heel menselijke dingen, heel wereldse dingen en hoe God ze tekort doet. En Mozes voelt het verschil, want Mozes kent God echt. Mozes ziet wat God kan zijn en hoe God genoeg is om de hele wereld teniet te doen. Maar hij kan het ze niet brengen. Het lukt hem niet. En hij zit hier te zeggen van God, waarom? Waarom doet u me dit aan? Het is zo zwaar. En nu kijken we naar het antwoord van God. God laat zijn dienaar niet in de steek. God laat jou niet in de steek. Ieder van ons die ook maar zo een klein beetje moeite doet voor God, God zal dat nooit voor hem vergeten. En we kijken nu ook naar het antwoord wat Mozes krijgt. Wat gebeurt er? God spreekt tegen Mozes nadat hij dit zegt. God en Mozes vinden dat wat het volk heeft gedaan afschuwelijk is. Het is een groot probleem, maar voor God is er een prioriteit, Mozes zelf. God antwoordt tegen Mozes en zegt tegen hem, Mozes, kies 70 mensen uit van het volk, van de ouderen van het volk, die waardig zijn om te leiden. En ik zal ze van jouw geest aan hun geven, van de Heilige Geest die op jou is, aan hun geven, zodat zij de last met jou dragen. En vervolgens zegt hij, en dat volk, het volk zal ik vlees te eten geven, zolang, niet één dag, niet twee dagen, niet een week, maar zolang totdat het hun neus uitkomt, zodat ze het vlees zat zijn. Maar waar begint God mee? God begint met het helpen van Mozes. God begint met het helpen van zijn dienaar. Ook al is er een moment dat wij het niet voelen, God is naast ons. Als ik een glas water aan iemand geef die naast mij staat, God is bij je. Als jij uitgescholden wordt omdat je christen bent, vervelend naar je gedaan wordt op school of mensen je uitlachen omdat je het goede doet, God is bij jou. God gaat voor jou eerst. Voor degene die het kleine dingetje doet, wat je doet voor een ander mens, doe je voor God zelf. Dat is wat de Heer heeft gezegd. Ik had dorst en u heeft me water te drinken gegeven. Zo is het in elk ding wat we doen. Dus laten we niet vergeten om ook te durven klagen tegen God. Laten we wel eerst dat niveau bereiken, net als Mozes, om zo vrij uit te kunnen spreken. Maar we mogen klagen. We mogen zeggen dat we verdrietig zijn. We mogen zeggen dat we boos zijn. We mogen zeggen dat we vastlopen in ons dienen. Helemaal niet erg. En God antwoordt meteen. Dus de vers van vandaag is, wij mogen met God ons verdriet delen. Numeri 11:11. Waarom hebt u uw dienaar kwaad gedaan?
En waarom heb ik geen genade gevonden in uw ogen, dat u de last van heel dit volk op mij legt? Wij zien jullie de volgende keer bij de volgende aflevering.